David Bos, ja. 2-1. Volgens mij al in blessuretijd. Uiteindelijk werd het 3-1. Ja. Maar de grote ontlading was natuurlijk bij jouw doelpunt bij de 2-1. Beschrijf het eens. Ja, we proberen met vier middenvelders te voetballen. En dan dat ik door kan schuiven als vijfde middenvelder doorschuiven. Kan dat wel? Dus ja, ik dacht laatste minuut, ik ga mee 1-1 achterin, dat maakt niet uit. Sidar in de hoek, die speelde hem terug op mij. En ja, ik leg hem neer. Ik denk, ik hou gewoon uit, laatste minuut. En hij gaat strak de kruising in. Dus volgens mij kon hij bijna niet strakker. Hij zat er goed in. Ja, het was natuurlijk niet zomaar een doelpunt in zomaar een wedstrijd. Jullie stonden voor de wedstrijd 3 punten achter op Schalkaar. Ja. Eigenlijk de laatste strohalm voor UD dit seizoen. Ja, het was een hele belangrijke wedstrijd. Het was aanhaken of afhaken. We moesten met de bovenste regionen mee. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat dit, ook als we kijken naar de vorige wedstrijd bij Schalkaar, hebben we goed gevoetbald. Maar toch, naar mijn mening, onterecht verloren. En dat zetten we vandaag weer recht, wat ook wel terecht is. Ja, daar leek het in de eerste helft ook wel naartoe te gaan. Hè? Ja. Ik vond dat jullie toen wel de bovenliggende partij waren. Hoe zijn jullie aan deze wedstrijd gestart? Als we kijken, we hebben een slechte winterstop doorgemaakt. Weinig getraind. Dat kon je ook zien na twee wedstrijden na de winterstop. Hebben we echt dramatisch gevoetbald en ook verloren. Vorige week tegen Heerde ging het een stuk beter. Hebben we 3 punten gepakt. En vandaag hebben we deze lijn gewoon weer doorgezet. En dan moeten we de aankomende weken ook gaan doen. Omdat dat we misschien nog voor de periode en misschien nog het kampioenschap door mee kunnen voetballen. Oké, jullie hebben de tweede helft redelijk goed weten om te draaien. Want ik vond dat na de rust Schalkaar veel beter uit de kleedkamer kwam. Ja. Kun je verklaren waarom jullie het in die fase lastiger hadden? Ja, misschien ook weer omdat we net weer, volgens mij in de bestuurtijd van de eerste helft, weer een goal tegenkrijgen. En net als vorige week hebben we ook weer door een goal naar een tegengoal gekregen. En dat is wel wat frustrerend. Het is volgens mij al 5-6 keer gebeurd dat ook voor rust en ook uit een goal dat er weer gescoord wordt. En ik denk dat we toen nog een beetje een psychologische klap hebben gehad in de rust. En dat we daar de tweede helft nog een... Ik denk eerst deel van de tweede helft deel last hebben van gehad. Maar daarna pakken we het goed op en gaan we erop en erover. Ja, jullie hebben na de winterstop wat opstartproblemen gehad. Voor de winterstop ging het best goed, maar na de winterstop moeilijk op gang gekomen. Ja. Wat betekent dit, deze overwinning tegen Schalkaar, voor de laatste 4-5 potjes? Ja, ik denk dat we een goed begin hebben neergezet. Het is natuurlijk een derby, dat is altijd fijn om die te winnen. Dus dat moet goed gevoel gaan geven. En er komen nog wat mooie potten aan. Dus Gazelle thuis ook een hele mooie. En we gaan hopen dat we die wedstrijd om kunnen zetten in een winst en dan misschien de periode en dan gewoon lekker mee voetballen bovenin. Kun jij wat zeggen van het team van UD dit jaar? Jij bent natuurlijk al een jaar of 3-4 nu bij het eerste elftal van UD betrokken. Ja. Veel nieuwe jongens dit jaar. Hoe klikt het? Het klikt goed. Het eerste jaar dat ik hier kwam, speelden er veel jongens ook die vroeg bij UD hebben gevoetbald. Toen hebben we een aardige leegloop gehad en zijn er een stuk of 10, 12 mannen weggegaan. En dan moet je toch weer een beetje het team compleet maken. En het klikt op zich heel goed met het team. Veel jonge jongens, we missen misschien een stukje ervaring. Dat zou fijn zijn, omdat we soms toch wat slordig zijn en onervaren. Maar we leren elke week er weer van en worden elke week sterker door van onze fouten te gaan leren. Ja, het leek dat het publiek wel heel erg blij was dat een echte UD-jongen toch die beslissende 2-1 maakte. Ik ben denk ik nog één van de enigen, maar dan met Joël en Jeremy en Bram ook nog wel. En het is natuurlijk altijd mooi dat een jongen van de club dan de winnende gaat maken en dat je daardoor gaat winnen. Ja, jij maakte wel vaker goals natuurlijk, niet zo mooi als deze misschien. Nee. En ook niet vanaf deze positie, want je hebt veel meer voorin gespeeld en nu centraal achterin, zag ik. Ja, van oorsprong ben ik een aanvaller, rechts buiten spits. Maar doordat we toch veel mensen missen, sta ik nu centraal achterin. En dan als vijfde middenvelder toch proberen op te komen. En vandaag kwam dat goed uit en schoot ik hem de winnende binnen. Dus dat is heel mooi. Ja, dat was zeker heel mooi. Zeg, gefeliciteerd met de overwinning en bedankt voor je medewerking. Ja. Succes nog dit seizoen. Daarnaast ook nog even David voetbal, hartstikke bedankt voor wat ze doen en de inzet. En dat het toch bij David hoort. En elke week weer dat jullie vrijwillig alles voor elkaar krijgen. Wil ik jullie voor bedanken. Oké, dankjewel. Ja? Okay.